Oh, ik heb al een tijdje zitten denken over deze lijf. En ik weet dat de moraalridders weer helemaal losgaan. Mas, je rijdt achter het stuur en je gaat live, is gevaarlijk. Nou, ik zit hier op een weggetje waar ik jullie even ga laten zien hoe dat de moderne auto's denken dat je echt belachelijk bent. Ik heb namelijk nu een leenauto. En die leenauto, die vind ik heel irritant. En ik ga jullie vertellen waarom. Kijk. Als je gas geeft en je wil gewoon even lekker scheuren, dan zit hij gewoon meteen. Hey, alarm, alarm, alarm. Je moet naar de volgende versnelling. Net of je niet weet dat bijna je motor uit elkaar valt. Maar dan moet hij ook meteen naar z'n vier. Vind ik je echt heel irritant. Ik kan schakelen. Ik heb een rijbewijs. Jij hoeft mij als auto niet te vertellen of ik er eentje meer of eentje minder. Maar dan hebben we nog een knop. En ik zit op mijn wegje. Hier is niemand. Hè? Kijk, deze knop. Deze is nog grappiger. Dat is een knop die zorgt dat je binnen de lijntjes blijft. En als je dat niet doet, dan gaat die piepen. Echt, jongen. Ik vind dit zo stom. Dat ik echt die moderne auto's belachelijk vind. Het is alsof jij gewoon zelf je rijbewijs heeft gehaald bij een pakje boter. Je moet terugschakelen, doorschakelen op de commando van de computer van de nieuwe auto. Hallo, ik heb vanaf mijn 18e mijn rijbewijs. Dat is al bijna 30 jaar. Dus kijk, als je dus dit doet, en het is heel leuk met deze auto. Dan zegt hij, oh jee. En dan is hij het kwijt. Maar als je dan meteen gas loslaat, je kan de auto voor de gek houden. Gas los, dan weet hij niet meer welke versnelling. Ja, ik ben zo'n rebel. Ik wil dan altijd even weten hoe dat het komt dat jij mij moet waarschuwen. Nou, het is nog net niet dat hij de weg weet. Dus hij weet nog niet naar links of naar rechts. Maar ik zal even kijken. Er zijn namelijk in Ibiza niet zo heel veel strepen op de weg. En ook niet zo duidelijke strepen. Dus ik weet niet of dat het knopje wel werkt op Ibiza. Maar ik zat dus van de week op de snelweg. En dan ga je dus over de lijn. En dan... Oh nee. Oh jeetje. Ibiza. De Opel is in de war. Hij herkent je lijnen niet. Dus nou werkt het knopje niet. Heb ik nou garantie? Want op Ibiza werkt het knopje tussen de lijnen niet. Dat komt omdat de lijnen over het algemeen niet zichtbaar zijn. Maar ik voel dus echt met zo'n auto, zo'n pampermaatschappij, dat ik denk, heb je godnonde je rijbewijs gehaald? Ga jij mij vertellen of ik hem in z'n 3, z'n 4, z'n 5 terugschakelen naar rechts? Echt jongens, het gaat helemaal nergens over. Ik vind het wel leuk. Nou, ik heb nu een weg. Ga ik even kijken. Ja, en ik rij met mijn telefoon in de auto. Kijk, deze doet het goed, hè, Ibiza? Dus ik ga even kijken. Doe ik jullie even zo, want dan ga ik over de lijn. Oh, hij doet het niet. Oh, oh. Ik moet even terug. Volgens mij doet hij het niet. Nee. Oh, jee. Ik heb hem stuk gemaakt. Mijn Opel weet niet of ik tussen de lijnen rij of niet. Ik vind het echt belachelijk. Lieve automakers, wij zijn super slimme human beings die ons rijbewijs niet hebben gehaald met een pakje boter. Dus als ik wil schakelen, doe ik dat wel op mijn eigen tempo. Want als ik wil racen, wil ik nog helemaal niet met z'n drie. Kijk, en het is ook zo ongelooflijk leuk. Kijk, gaan we even doen. Want deze is een hele nieuwe wagen. Kijk, die zijn snel en dan zit hij maar. Naar z'n drie. Rot op, Opel. Ik wil niet naar z'n drie. Ik wil racen. Dat kan niet in z'n drie. Je bent slechts een computer. Dus, lieve automakers, willen jullie alsjeblieft iedereen die zijn rijbewijs heeft geachterhaald hebben, zelf laten schakelen. En niet van die achterlijke piep, 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 piep. Oh, u bent niet meer tussen de Litouwijnen. Pas op voor de Witte Waas. Piep, 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 piep. U moet naar z'n 2. Piep, 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 piep. U moet naar z'n 3. Lieve makers van Opel, dat maak ik godverdomme zelf wel uit. Hè? Of ik wil schakelen of niet. Ik kan daar niet tegen.
Dus, ja, ik zal dit even laten zien, want het is een beetje donker in de auto. Dus, lieve mensen, alsjeblieft zeg, wat een pampermaatschappij. En mijn knopje is stuk. Lieve Opel, wilt u het knopje dat vertelt of ik binnen de lijnen rijd? Wel even, ik weet niet of hij het nou doet. Dan krijg je een knopje. Nee, hij doet het echt niet. Oh jee, ik heb de Opel stuk gemaakt. Dat is wel heel vervelend, lieve Opel. Maar wil je dan ook niet doen alsof ik een of andere mogol ben die niet kan autorijden en mijn pakje heb gehaald bij hem door de motor?